Vrijdag 8 november, dit is U Vandaag. Tour de France start definitief in Utrecht. Ouderen in actie tegen sluiting verzorgingshuizen. En Oude Kerk in Soest koopt beroemd antiek kerkorgel. Maar er is geen geld meer om hem op te knappen. Goedenavond. Goedenavond. Het is koers. De Tour de France gaat in 2015 definitief van start in Utrecht. Mark Verossum staat bij het stadhuis. Mark, de burgemeester, die loopt al de hele dag te stralen, hè? Ja, en het lijkt alsof de hele stad feest viert. En de rest van Europa kijkt geel van jaloezie. Tot zo, Mark. Eerst ander nieuws van vandaag. Het nieuwe Tivoli Vredenburg in Utrecht gaat pas in juni open. Maar nu al is duidelijk dat het Muziekpaleis de eerste 2 jaar verlies gaat draaien. Dat blijkt uit onderzoek. Het komt doordat er minder mensen concerten bezoeken en het restaurant nog niet af is. Minder klassieke concerten programmeren en bezuinigen op personeel moet het gat dichten. Utrechtse studenten komen met hun eigen politieke partij. Student en Starter hoopt tijdens de verkiezingen in maart 3 zetels in de stad te halen. De partij richt zich onder meer op huisvesting, de fietsparkeerproblematiek en op de werkgelegenheid. Omdat het voor studenten lastig is om 4 jaar lang in de raad te zitten, willen ze een roulatiesysteem opzetten. Tientallen bewoners van een appartementencomplex in Utrecht hebben gisteren hun huis moeten verlaten vanwege een gaslek. De flat aan de Kaap Hoorndreep werd ontruimd omdat netbeheerder Stedin het lek niet direct kon vinden. De bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen politiebureau. Na 2 uur was het lek gedicht en konden ze weer naar huis. Automobilisten moeten het hele weekend rekening houden met flinke overlast op de A1 bij Amersfoort. Rijkswaterstaat vernieuwt vanaf knooppunt Hoevelaken het wegdek van de hoofdrijbaan richting Amsterdam. Het werk begint vanavond om 11 uur en gaat door tot maandagochtend 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en zeker een half uur vertraging. Tour-directeur Christian Prudhomme heeft het nu ook zelf gezegd. De Tour de France start in 2015 in Utrecht. Gisteren gaf Parijs groen licht en kon in de Domstad eindelijk de champagne open. De stad was tenslotte al jaren bezig om die Grand Départ binnen te halen. 3 jaar geleden waren we heel dichtbij, maar ging Rotterdam er met de buit vandoor. Als troost kregen we wel een etappe van de Giro d'Italia. Ook leuk, maar dit is het echte werk. Om het goede nieuws te vieren is de Domtoren inmiddels opgesierd met gele vlaggen. En ook bij het stadhuis is het opvallend geel. De toegestroomde pers zag Aleid Wolfsen zelden zo blij. Het is koers in Utrecht. Niet verwonderlijk eigenlijk, want de Utrechtse burgemeester lobbyt al jaren voor de toerstart in zijn stad. En nu is het dan eindelijk gelukt. Gisteravond hebben we de zaak afgerond, kan ik nu wel verklappen. In een persoonlijk telefoongesprek tussen mij en Christian Prudhomme, de toerbaas. En hij zei aan het eind, zei hij in het Nederlands, dankjewel Aleid. Maar hij zei daarvoor ook, wij zijn even blij als jullie zijn. En blij is ook sportverslaggever en Utrechter Jeroen Wielaert. Hij neemt jaren geleden het initiatief voor een toerstart in zijn stad. Ja, geweldig. En dan te bedenken dat ik samen met Jantje Fox in de Vogel dat ooit op 5 januari 2002 op 2 bierveeltjes bij elkaar heb zitten inventariseren. Toen zeiden we al, dit moet kunnen. Maar geen idee dat die lobby zo lang zou duren. Voor veel Nederlandse renners is het natuurlijk ook fantastisch in eigen land eens een keer de Tour te kunnen rijden. Neem bijvoorbeeld Wilco Kelderman. De 22-jarige Veenendaler is het wielertalent van Nederland. En in Utrecht hoopt hij voor eigen publiek zijn toerdebuut te maken. Ik was zelf in Rotterdam en dan, als je dan langs de kant staat, dan komt er bijvoorbeeld een Nederlander en dan hoor je zo'n golf van gejuich en geklap. Dat is gewoon prachtig als je als Nederlander zo daar mag rijden. Dat lijkt me geweldig. Zo'n kippenvel moment. De gemeente, wielergekken en sporters, ze kijken allemaal reikhalzend uit naar de komst van het Grand Départ. Maar uiteindelijk is de toerstart natuurlijk een feestje voor alle inwoners van Utrecht. Utrechters moeten met veel volksvlijt gele fietsen uit hun ramen hangen. En dat soort dingen allemaal. Prachtig. Slag even Mark Verossum staat Soelendom bij het stadhuis. Mark, we zagen allemaal blije gezichten net, maar er is ook heel hard voor gewerkt, hè? Ja, jarenlang is er voor en achter de schermen knoethard gewerkt. Sommige mensen noemen het nu al het geweldige afscheidscadeau van burgemeester Wolfsen aan de stad. En de gever van dat cadeau staat naast me, meneer Wolfsen. Wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven om voor Utrecht te kiezen? Nou, eigenlijk het geheel. Want hij is niet te koop. Hè? Dus je kunt niet tegen elkaar opbieden qua geld. Maar het kost best veel geld. De begroting, het parcours, de liefde voor de sport
Utrecht is een fietsstad. Mooie beelden van de stad. Ze zijn ook keen op mooie beelden. En ook de mensen die er jarenlang aan hebben gewerkt, waar ze groot vertrouwen in hebben opgebouwd. En dat geheel, zou je kunnen zeggen, heeft gisteravond Christian Prudhomme ook persoonlijk tegen mij gezegd. Dat heeft de doorslag gegeven. We komen heel graag naar Utrecht. En heeft u een gouden tip voor de mensen die na ons het willen organiseren? Ja, gouden tip is er niet echt. Maar je moet vasthoudendheid hebben. Je moet een mooi parcours hebben. Je moet vertrouwen hebben in die mensen. Er moet een persoonlijke klik zijn. Dat is ontzettend belangrijk. Ze moeten het je gunnen in die end. Ja, en dat allemaal bij elkaar genomen zou ik ook als tip willen geven aan andere steden in Nederland die het ooit willen gaan organiseren. Heb geduld, heb vertrouwen en heb ook liefde voor de wielersport. Het is een grand départ, een groot vertrek zoals de Fransen dat zeggen. Maar die heb je in allerlei variaties, van 1, van 2 en van 3 dagen. Hoeveel dagen gaan de wielrenners serieus door Utrecht koersen? Nou, het hele, wat huiselijk gezegd, het hele circus komt op dinsdag, woensdag de stad in. Woensdag moet iedereen die tour gerelateerd is, moet echt in Utrecht zijn. Dus liggen alle hotels in de stad en in de omgeving is het allemaal bomvol. Donderdag is de ploegenpresentatie. Dan zie je ze al rijden door de stad. Worden ze gepresenteerd op een mooi podium. Vrijdag is een soort vrije dag. Dan zijn ze aan het trainen in de stad. Kun je ze ook zien. Maar dan kunnen ook mensen uit Utrecht gewoon op het parcours waarschijnlijk gaan rijden. Zaterdag is de grote dag. Dat is een tijdrit. Op een mooi, lang, groot parcours in de stad. Waar we de stad goed kunnen tonen. Dat is eigenlijk het hoogtepunt. Maar zondag is ook een hele bijzondere dag. Want we hebben 10, 12 kilometer dat ze geneutraliseerd rijden. Heel rustig door de stad zwerven. Dan kun je ze overal laten rijden waar je maar wilt. Maar dan komt er ook een echt lang deel van de eerste etappe in en rond de stad. En dan gaan ze uiteindelijk in de loop van die zondag verlaat men de stad. Dus bijna een week heb je het feest in de stad. U weet het parcours al. Wilt u het mij vertellen? Nou, heel, heel klein tipje. Natuurlijk zal de Domtoren veel en mooi in beeld zijn. En natuurlijk zal er ook gefietst worden in Leidse Rijn, om maar twee voorbeelden te noemen. Maar het parcours wordt onthuld op 28 november hier achter in de winkel van Sinkel. We gaan het eerst in Parijs een mooie presentatie doen op de Nederlandse ambassade in Parijs. Met allerlei bedrijven die daar ook bij zijn. Dan komen we naar Utrecht met de trein. En dan gaat hier in de winkel van Sinkel het hele parcours, al evenementen. Samen met de tourdirectie gaan we dan alle details onthullen. Maar een klein tipje heb ik al net verteld. Maar het wordt echt een heel mooi parcours. Een mooi strak parcours. Daar zijn ze heel keen op veiligheid. Ja, het wordt echt een feest. Ik zei al, het is uw afscheidscadeau aan de stad Utrecht. Baalt u niet ongelooflijk dat u straks geen burgemeester bent als dat spektakel hier gaat gebeuren? Nee, helemaal niet. Het werk is op zich nu gedaan. De onderhandelingen zijn geweest. We hebben 6 jaar onderhandeld. Eigenlijk mijn burgemeestersperiode is net lang genoeg. We hebben 6 jaar zijn we ermee bezig geweest. Rustig, vasthoudend, maar wel heel zelfverzekerd. We hebben uiteindelijk ook nog strak moeten onderhandelen. Nou, gisteravond een kwartiertje heb ik gebeld met Christian Prudhomme. En hij zei, we komen heel graag. Wij zijn even blij als jullie. Aleid bedankt, waren zijn laatste woorden. In het Hollands? In het Hollands, had hij even op geoefend. Maar ik ga er zelf van genieten van de eerste tot en met de laatste minuut. Er is me al een klein ereplaatsje aangeboden. En daar ga ik zeker gebruik van maken. En de burgemeester zal niet de enige zijn die ervan gaat genieten. Waarschijnlijk zo'n 1 miljoen mensen komen hier in Utrecht kijken. En als u wilt weten waar ze starten, nou, dan moet u op 28 november hierachter in de winkel van Sinkel zijn. En dan weet u het precies. Het wordt een groot wielerfeest. Dankjewel. Nou, hoewel de meeste mensen er nu weer om zijn, blije gezicht. Het kost het natuurlijk een hoop, 10 miljoen euro. Maar als we de deskundigen mogen geloven, is deze reclame voor de stad onbetaalbaar. 10 miljoen euro kost de start van de Tour. En daarvan wordt de helft betaald door Utrechtse bedrijven. We hebben die 5 miljoen aan toezeggingen binnen. Dat is deels in geld en dat is deels in diensten. Dat zijn zaken die bedrijven zeg maar gaan doen voor de voorbereiding van de Tour, om daar de Tour goed georganiseerd te krijgen. De resterende 5 miljoen euro wordt opgehoest door de gemeente. Een hoop geld in tijden van crisis. Maar volgens sportmarketeer Frank van den Waal-Baken moet Utrecht over die miljoenen niet zo moeilijk doen. We moeten er niet over zeuren, we moeten eens gaan kijken naar wat levert het op. En we moeten er trots op zijn dat Nederland dit toch weer voor elkaar heeft gekregen. Want iedereen wil een toerstart hebben. En niet alleen omdat ze daar een leuk feestje hebben, maar omdat het geld oplevert. Het effect van de Tour is enorm, zegt Van den Waal-Baken. De beelden van Utrecht gaan de hele wereld over. Honderden miljoenen mensen zien de Dom en het achterland van de stad. En rond de toerstart zullen de hotels en restaurants vol zitten. Het levert dus echt wat op. Je ziet dat in de komende jaren terug. En niet alleen overigens in toerisme, maar het is ook een impact voor de stad. Het is een stad waar kennelijk wat gebeurt. Daar is het prettig wonen, daar is het prettig vestigen met mijn bedrijf. Dat is een dynamische stad. En vandaag de dag is dat belangrijk voor een onderneming om te weten in wat voor stad kom ik terecht. Wat Cor Jansen betreft blijft het niet bij 5 miljoen euro van de Utrechtse ondernemers.
Want het binnenhalen van de Tour zal zeker nog meer sponsors trekken. Wij verwachten het wel. Je moet dit zien als een grote bergtocht. We zitten nu met z'n allen in het basiskamp. We hebben genoeg geld om te gaan klimmen. En de verwachting is dat er meer bij gaat komen. Tja, er is al hard gewerkt en er zal nog steeds hard gewerkt moeten worden ook. Voor de echte details moeten we nog even wachten, hoorden we net ook de burgemeester zeggen. 28 november is er een officiële presentatie en wordt ook het parcours bekend. Het kabinet wil flink snijden in de zorgkosten. Maar nu pas wordt eigenlijk pijnlijk duidelijk wat het dan inhoudt. Daarom zijn de bewoners van twee Utrechtse zorgcentra van Stichting Karijn een handtekeningenactie gestart. De stichting moet snijden in de kosten en kan verzorgingshuizen De Lichtkring en Tuindorp Oost niet langer open houden. En dat zorgt vanzelfsprekend voor angst en ongerustheid bij de bewoners en hun familie. Eerst waren we bewoners, toen werden we cliënten, nu zijn we producten. Wanneer zijn wij afvalproducten? Nou, in die fase zijn we nu beland. De onrust onder bewoners van verzorgingstehuis Tuindorp Oost is groot. Over 2 jaar zal de locatie van zorgaanbieder Karijn sluiten. En veel mensen zien een verhuizing niet zitten. Hiermee tekent Karijn mijn doodvonnis. Ik red het absoluut niet meer in een huis. Ook de ouders van Tjitske Bezema wonen in Tuindorp Oost. Nadat ze het nieuws over de sluiting hoort, schrikt ze. Om het tijd te keren start ze een handtekeningenactie. Er zijn heel veel reacties opgekomen, ook niet alleen de handtekeningen, maar ook brieven. Waarin mensen uitleggen hoe moeilijk het voor hun is, zou zijn als ze over 2 jaar weg moeten. De reacties stromen binnen. Meer dan de helft van de bewoners heeft al aangegeven niet te willen verhuizen. De verhuizing is dan ook het gesprek van de dag. Het leeft heel erg. En mensen willen heel graag uiteraard dat het verandert, dat het een andere beslissing wordt. De Nederlandse overheid besloot in het zorgakkoord van april dat er in de toekomst minder mensen in verzorgingstehuizen mogen wonen. De tehuizen van Karijn krijgen dus minder bewoners en de organisatie moet dus wel bezuinigen. Maar mevrouw Piel heeft de oplossing al lang klaar liggen. Ik heb de suggestie onder andere gedaan van als het dan een spookhuis gaat worden, laat dan studenten hier tijdelijk wonen. Dat zou toch een prachtige oplossing zijn? Zij hebben een onderdak. Hè? En wij hebben jeugd om ons heen. Goed idee van mevrouw Piel. Karijn wilde niet voor onze camera reageren, maar neemt de handtekeningen wel in ontvangst en gaat ook in gesprek met de initiatiefnemer. Zometeen gaat SC Utrecht nu eindelijk ook eens uitpresteren. En de Oude Kerk in Soest zit met dit orgel in zijn maag. Het is vrijdag en dan besteden we altijd aandacht aan cultuur in de regio. En dat doen we met Dirk-Jan Haspels. Jarenlang bij het Museum Speelklok gewerkt en je weet erg veel van cultuur in de stad. Welkom. En het Prinses Christina Concours komt eraan. Een belangrijke wedstrijd voor muzikale jongeren, klassieke muziek. En ze zijn hier een beetje aan het scouten naar talenten. Ze hebben een fantastische vrachtwagen gemaakt. Die kan uitschuiven tot een concertzaal van 14 bij 7 meter. Daar passen heel veel kindertjes in. En een podium met een vleugel. En daar zijn oude winnaars van het concours, die geven daar concerten en daar kunnen kinderen naar luisteren. En dat is afgelopen week heel veel gebeurd. Beeld ervan, ja, dat ziet er geweldig uit. Dit ding kan dus helemaal uit elkaar. Ja, dit is eigenlijk een mobiele concertzaal. En daar kunnen iets van 50 mensen alles bij elkaar kunnen daarin. Ja, ze stonden deze week in Nieuwegein, geloof ik. Ja, en ik heb net eventjes de directeur gesproken van het concours. Ik denk, even kijken, ik ken hem toevallig. Ik denk, kijk, is het wat geweest daar in Nieuwegein? Hij was enthousiast. En hij zei ook van, vorig jaar heeft er iemand uit Tull & Twell gewonnen, ook vlakbij. Eigenlijk vlakbij. Dus we hebben goed talent. Ik denk dat we hier in Utrecht wel goed zitten. En wat ook heel leuk is, dat kinderen daar ter plekke auditie kunnen doen, hè? Ja, ze kunnen auditie doen en ze kunnen filmpjes opnemen en ze kunnen die insturen. Als ze maar jonger zijn dan 11, daarna gaat het niet meer. Ja. En dan doen ze mee. Leuk. Eens kijken. Ja, kijk nou toch. En schattig. Nou, het heeft potentie. Laten we het daarop houden, Rick. Ja, ja. Ik doe het er niet. Ik doe het er niet na. Van muziek gaan we naar film. Voor één keertje is niet Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, maar Amersfoort. Ja, maar het is wel een ander festival. Het is het festival voor de debuutfilms, dus grote films die door nieuwe mensen zijn gemaakt. Mm-hmm. Afgetrapt is met de grote film Het Diner van Herman Koch, is verfilmd. Het was een geweldige bestseller natuurlijk en is een hele mooie film van gemaakt. Het gaat over twee families die met elkaar aan tafel gaan zitten en gaan eten. Misschien is het leuk om even te kijken, een stukje.
Ja. Hebben we een stukje? Ja, volgens mij wel. Maar we zien hem nog even niet. Dat festival heet Scenics. Oh, hier zie ik een lekkere kreeftenpan gaan. Ja, dit is dus de... Dit is de film van het diner, maar er gaan veel meer films in première en zijn in première gegaan. En dit is natuurlijk een fantastisch boek, ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Ja, ik heb het gelezen, het is wel spannend. Je leest ik heb het liggen, dus nog niks vertellen. Oh, sorry, ik zal het niet zeggen. Nou, wil je dan een klein tipje van de sluier oplichten? Nou, je wordt heel spannend meegenomen in een diner waar twee families met elkaar aan tafel zitten, twee verschillende mensen. En ergens gedurende dat diner komen er hele spannende dingen, komen heel langzaam naar boven borrelen. En verder zeg ik niks. Ja, ik weet wel dat het boek een groot internationaal succes is. Dus wie weet die film ook nog. Ja, Festival Scenics. En dat is nog dit weekend. Ja. We hebben meer films, filmnieuws uit de regio. Uit de stad van Zwiebertje. Oudewater. Ook een beetje een filmstad aan het worden. Ja, die zijn er heel goed mee bezig eigenlijk. Die hebben nu dan de... daar zijn hier opnames van de film Bloedlink. Waarin de... Tycho Gernand speelt daarin. En Marlon... Nee, hoe heet hij? Ja, even die jongen die net... Kenzari, zo heet hij. Dat Gouden Kalfwinnaar. Die zijn nu aan het opnemen. En dat wordt voor de film Bloedlink een spannende film. Die ergens volgende zomer, geloof ik, uitkomt. Ja, laten we eens kijken. Actie! Ja, je ziet gelijk, hè? Een echte thriller. En een mooie traditie van Oudewater, denk ik. Ja, daar mogen ze trots op zijn... En is het een beetje een spannende, is het een vechtfilm? Er wordt hier maar één scène opgenomen van een meisje wat heel lang gegijzeld is geweest en weer wakker wordt. En dat is wat hier wordt gedaan, daar zijn ze een week mee bezig, geloof ik. Ja, dat is bij film. Nou, dankjewel voor je tips voor deze week, Dirk-Jan Haspels. Gisteren hadden we het over de spelersalarissen van FC Utrecht. Die moeten omlaag, want de club kan het gewoon eenvoudigweg niet meer betalen. Maar voorlopig blijft het wel bij het oude systeem. Als de mannen scoren en winnen, dan krijgen ze extra geld. Ja, alleen wil dat in uitwedstrijden dit seizoen nog niet zo lukken. Thuis gaat het voortvarend, maar buiten de Galgenwaard krijgen ze de bal niet in het net. Tegen Vitesse, morgen in Arnhem, wordt het dus een uitdaging. Op de laatste training voor het duel met Vitesse zien we één vreemd gezicht. De keeperstrainer van vorig seizoen, Marcel Mul, 52 jaar, mag opdraven omdat Stefan Posma ziek is. Voor een half uur gaat best. Ik denk dat ik morgen wel een beetje spiepen heb. Ach ja, maar dat is niet erg. Mul mag meteen weer alle rotklusjes opknappen. In de bosjes op zoek naar de bal bijvoorbeeld. Dat doen ze altijd. Als de bal eroverheen ligt, dan gaat Mul hem wel halen. En inderdaad, zij gaan dan inderdaad de partij in. En ik weet een sluiproute, dus ik weet precies de bal te vinden. De bal waarmee Jacob Mulenga hier weet te scoren. Want dat is de bedoeling van morgen. Ook al zijn de statistieken volledig in het nadeel van FC Utrecht. Van de 28 eerder gespeelde wedstrijden won Utrecht er maar 2. Mulenga heeft de cijfers wel in het voordeel. 6 wedstrijden tegen Vitesse en 5 goals. It means just work hard again. Hard werken, een beetje geluk, het maakt Mulenga allemaal niet uit. We're going there to take the 3 points and it's all about taking the 3 points. How we do it doesn't really matter. I just want to come back with 3 points. Yeah, but there's such a big difference between Utrecht at home and Utrecht away. Can you explain that? Was. Now it's not. Now it's not the case. Now we're just playing the same hard football, determined football. And yeah, the team is really in shape right now. It's a turnover, so yeah, we just go there and play hard. Het is een voetballende ploeg met vooral een heel sterk middenveld, vind ik. Dus ik denk dat we dat gaan proberen om te regelen door gewoon initiatief te nemen en zelf dat doelpunt eerst te proberen maken. En dan komen zij onder druk, want ze staan toch bovenaan. Dus, en dan misschien ons eerste 3 punten eruit. Vitesse FC Utrecht begint morgenavond om 8:15 en is live te volgen op Radio M Utrecht. Gaan we naar Utrecht nieuws uit andere media. Op Twitter regent het uit binnen- en buitenland. Felicitaties aan de stad Utrecht vanwege het binnenhalen van de Tour. Dat zien we op het nieuwe account @LeTourUtrecht. Grote organisaties als de NOC-NSF zijn trots. En profwielers als Bauke Mollema en Robert Geesink zijn hartstikke blij. Volgens deze club is zelfs de hele stad in geel gehuld. Zelfs de bomen. En hoe mooi zou het zijn als ook een speler van Nederlandse wielrenner dan in het geel gehuld is aan het einde? Fantastisch. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Ik draag het een beetje door, denk ik. Het wordt sowieso een feest. Utrecht is ook het decor van een nieuwe spot van de Fietsersbond voor de campagne Ik Wil Je Zien. Organiseerden ze een crashmob. Ze zetten een ongeluk in scène en vervolgens duiken ineens overal, uit alle hoeken duiken dansers op, tot grote verbazing van alle fietsers die voorbij komen. De campagne vraagt op een ludieke manier aandacht voor licht op je fiets, werkend licht, met de slogan Ik wil je zien.
brand. Ik wil je zien op straat als je fietsen gaat. Steek dan alsjeblieft je lampen aan. Ho, ik wil je zien. Ja, ik wil je zien. Nou, hopelijk werkt het, want het is al belangrijk. En veel regiogenoten in het RTL-programma Syndroom met Johnny de Mol. Om te beginnen Anne uit Spakenburg. Ze is weg van voetballen en van Ruud van Nistelrooy. Lijkt er wel op. Ja. Zal ik er nou naartoe trippelen? Ja. Aanvallen! En daar gaat Anne op naar haar grote idool. Ze speelt al zelf bij de IJsselmeervogels, maar ze krijgt nu de kans om haar traptechniek te verbeteren. Dankzij tips van Ruud, die volgens haar de beste van Nederland is. En even later gaat Johnny op stap met Leonie uit Montfort. De jonge bofmaar. Ze gaan namelijk naar Parijs. Want Leonie wil modeontwerpster worden. En Parijs is de stad van de liefde. Formidable. Dus ze mocht ook nog eens op date met haar vriendje. Hele mooie televisie. We zagen net al dat de Utrechtse studenten een eigen partij willen oprichten. En opkomen voor hun rechten. Nou, dat kunnen ze wel. Dat wijst ook weer deze keuze van de kijker uit. Ja, want studenten zijn namelijk tegen de afschaffing van de OV-kaart. Ze hadden een complete trein afgehuurd om hun boosheid duidelijk te maken in Den Haag. 1, 2, 3. Gewapend met protestborden verplaatst de stoet boze studenten naar platform 9B op Utrecht Centraal. Er is op dit moment een OV-studentenkaart, het studentenreisproduct heet dat. En daar moet in december een besluit over genomen worden. Blijft die of gaat die weg? Dat is voorlopig nog de vraag. De studenten wachten op een speciale trein die door Nederland reist, met als eindbestemming Den Haag. Onderweg kunnen studenten samen met politici praten over een mogelijke oplossing. Maar dan lijkt de trein vertraging op te lopen door een kapot achterlicht. Ja, behoorlijk balen. Maar ja, dat kan gebeuren. Net zo goed dat we vertraging hebben, dat gebeurt ook gewoon. Nog maar even wachten dan. De actie wordt op het perron voortgezet. Ze zijn hier tenslotte voor een serieuze zaak. Het behoud van de OV-studentenkaart. En ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien waarom dat nou zo belangrijk is. Dat studenten vrije keuze hebben in de plek waar ze gaan studeren. Dat ze stages kunnen lopen in een andere stad. En dat ook het openbaar vervoer aantrekkelijk blijft voor iedereen die wel eens met de trein gaat. Elke euro die je in het hoger onderwijs investeert, komt uiteindelijk 3 keer zo hard terug. Dus laten we ervoor zorgen dat studenten het maximale uit hun studie kunnen halen. En daar is die OV-studentenkaart echt voor nodig. Even later komt de gerepareerde trein eraan en kunnen de studenten instappen. Geen tijd voor een rondleiding, want de trein heeft wat vertraging in te halen. Maar nu wel veilig, met 2 werkende achterlichten. Ja, nou ja, goed, dat heb je dan weer met treinen. Eva, waar zetten we op in voor maandag? Nou, je weet het, hè, bomen die omvallen, dat kan super gevaarlijk zijn. Dat hebben we vorige week gezien. Maar het kan niet alleen komen door storm, maar ook doordat bomen ziek zijn. In Nieuwegein heerst kastanjeziekte. En dus moeten daar bomen gekapt worden. En dan in het Diaconessenhuis, daar besteden ze aandacht aan chronische darmziekten. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Daar is niet veel over bekend en daarom hebben ze een gigantische opblaasbare darm neergezet. Mm. Nou, dat zal lekker smakelijk zijn, maar je kan er doorheen wandelen en zo ook meer leren over je eigen darmen. Van darmziektes naar suikerziekte. Als je op gewicht blijft, heb je ook minder kans op diabetes. Daarom roept de Diabetesfonds deze week op om de trap te pakken in plaats van de lift. Tijdens de Nationale Traploopweek, u verzint het niet. En de ambassadeur daarvan is Barry Atsma en die gaat nog een stapje verder dan de trap. Hij gaat namelijk abzeilen voor het goede doel. En dat terwijl hij hoogtevrees heeft. Nou, lijkt mij dat we dat wel willen zien. Ga daarvoor naar de site rtv.nl, stem op uw favoriet. En dan zien we maandag terug in de uitzending. Ja, dat zou mooi kunnen zijn. De oude kerk in Soest zocht een nieuw orgel. En een oud orgel zocht nog een nieuwe kerk. Nou, dat komt mooi uit. Er was zelfs een potje om het orgel de broodnodige opknapbeurt te geven. Maar inmiddels had wel de crisis toegeslagen en het subsidiepotje is leeg. Dit is de bazuin. Volgende toon doet het niet. Die doet het. Die doet het niet. Sommige psalmen kun je hier maar beter niet meer spelen. De bekende organist Jan Jansen speelt al jaren in de Oude Kerk in Soest, maar zijn repertoire wordt steeds kleiner. Een heleboel tonen die zijn niet meer, die doen het gewoon niet meer op dit orgel. Dus dat is een probleem. De kerk kan hier niet meer mee uit de voeten en heeft daarom een ander orgel gekocht. Dit exemplaar. Maar echt veel beter ziet het er niet uit. De onderdelen van het historische orgel uit 1811 liggen opgeslagen in het Gelderse Heerde. U ziet ook een aantal pijpen die behoorlijk beschadigd zijn. Hier zo ziet u ook een hele kromme pijp.
Voordat dit orgel het oude instrument in Soest kan vervangen, moet er nog veel gebeuren. Het familiebedrijf van Hans Rijl heeft jarenlange ervaring met de restauratie van orgels en kan niet wachten om het op te knappen. En dat kan helemaal, ondanks dat u misschien hier de indruk heeft van hoe moet dat ooit weer een orgel worden. Laat staan een beroemd orgel, want het is een zeer bekend orgel en het is ook een heel bekend orgel in het oeuvre van Gruizen. Maar het opknappen van een orgel kost veel geld. De restauratie, het schilderwerk en de plaatsing kost bij elkaar meer dan 5 ton. En het kerkbestuur komt nog 3 ton tekort. Want het was altijd zo dat de Rijksmonumentendienst een 60% van de kosten op zich nam. Maar helaas, toen we dat orgel al gekocht hadden, is die regeling veranderd. En nu moet hier de gemeente het totale bedrag zelf bij elkaar brengen. Maar de Soestenaren geven de moed niet zomaar op, want de oude kerk stapt nog uit de middeleeuwen en het hart van dit monument verdient een historisch orgel. En als je de ziel eruit haalt, ja, wat blijft er dan nog over? Een historische bezienswaardigheid, maar dan is het kloppend hart eruit verdwenen. En dat moet voorkomen worden. De onderdelen van het orgel uit de 19e eeuw blijven voorlopig in de opslag liggen, maar zo moet het er uiteindelijk uitkomen te zien, met deze engelen als pronkstuk voorop. Ze staan eigenlijk te wachten om straks in Soest de Soester mensen aan te kunnen kijken in de kerk. Maar ze moeten nog even geduld hebben, denk ik. Maar het heet niet voor niets engelengeduld. Dat weer wel. Het kerkbestuur in Soest hoopt nu dat mensen geld doneren. En ze hebben ook verschillende fondsen aangeschreven. Maar misschien is een benefietconcert wel een goed idee. Dat denk ik wel, want die organist die u net zag, Jan Jansen, is de vader van Janine Jansen, de bekende violiste. En ze kwamen vroeger heel vaak in die oude kerk. Dus wie weet wil ze wel helpen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. Het weer dan. Vanavond valt er hier en daar een bui met kans op onweer. In de loop van de nacht klaart het wat op. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgenochtend is het droog, maar 's middags vallen er een paar pittige buien. En daar kan ook eens onweer bij komen. Het wordt hooguit 10 graden. En ook zondag en de dagen daarna houden we wisselvallig herfstweer met de nodige regen en wind. Ja, dankjewel. Ja, sorry, ik don't shoot the messenger. Dit was het vandaag. We zijn er morgenochtend weer met het weekoverzicht. En vanaf 5 uur met vers nieuws. En wilt u zo lang niet wachten, kijk dan op onze website of op de app voor de mobiele telefoon. Fijn weekend en bedankt voor het kijken. Dag. Dag.